Als we dit een beetje. Ja, dit kan wel. Als we een paar bomen weghalen, dan hebben we hier een prima locatie voor die parkeerplaats. Dames en heren, hartelijk welkom bij een gloednieuwe aflevering van Planet Coaster. Vandaag zijn we weer beland in natuurlijk Familiepark Wonderland om verder te gaan werken aan dit reusachtige pretpark. Er moet natuurlijk nog een hoop gebeuren, dat is logisch. En de vorige aflevering zijn we begonnen met het bouwen van een hotel. Ik zat toen aan het einde een beetje te knoeien met de kamers, want het klopte niet helemaal met de indeling van de deuren en de ramen. Dus daar moet ik nog even goed naar kijken om dat allemaal te kunnen fixen natuurlijk. Want ik wil wel dat er gewoon, dat er gewoon realistisch is natuurlijk. Ik denk dat het hotel ook heel mooi past bij de omgeving. Ik heb natuurlijk ook een klein themagebied en die wil ik wat meer gaan uitbreiden. Want het was eigenlijk alleen de pagode en nu is er van alles bijgekomen waardoor het wat meer leven krijgt. Althans, er zijn nog heel veel kale plekjes, maar dat komt allemaal wel goed. Dat vullen we vanzelf wel op. Ik denk ook dat het handig is als we een parkeerplaats toevoegen voor het hotel. Want het lijkt me een beetje vreemd als de mensen helemaal vanuit de parkeerplaats achterin hier zo gaan lopen met hun bagage naar het hotel. Dus ik moet eventjes een plekje maken voor een mooie parkeerplaats. Dat zal natuurlijk aan de zijkant gebeuren. Nou weet ik niet of ik dat hier achter ga doen of misschien wel hier zo. Ik denk dat we misschien hier toch wel een plekje voor kunnen maken, denk ik. Ja, het ligt eraan hoeveel mensen hier kunnen slapen. Het zijn er behoorlijk wat. Dus je moet natuurlijk ook de parkeerplaats daar een beetje op afstellen. Dat is lastig, want hier hebben we niet zoveel plek. Die zit dan ook wel heel dicht bij het park. Maar ik denk, als we dit een beetje ja, dit kan wel. Als we een paar bomen weghalen, dan hebben we hier een prima locatie voor die parkeerplaats. En die loopt dan niet helemaal strak recht. Maar dat is juist veel leuker. Dat vind ik veel beter. Want dan heb je ook wat variatie natuurlijk in de parkeerplaats. Dus we gaan dat hekje even weghalen en dan gaan we daar... ik weet niet of we dat deze aflevering gaan doen. Maar dan hebben we in ieder geval wel een locatie bepaald waar dan de parkeerplaats komt. En die komt dan lekker tegen die soort van cliff aan, tegen die bergen aan. Dat is wel mooi. Of ik hem vandaag ga afbouwen, dat weet ik niet. Ik zal wel een beetje dezelfde ideeën gebruiken met de indeling als wat je hier ziet. Gewoon met die daken natuurlijk ook. Een beetje spelen met de ramen. En dan, dan zien we wel hoe het eruit gaat zien. Ik denk dat het wel een leuk hotel gaat worden. En vooral met een beetje uitbouw, een beetje balkonnetjes en zo. Dan oogt dat best wel mooi. Ik vind het ook echt heel chic staan. Ik weet niet waarom. Ik wilde eigenlijk wel een paar van die plantenbakken er tegenaan. Dat ziet er dan net wel beter uit. Maar dit is ook wel weer wat strakker. Ik ga gewoon even kijken hoe dat staat met plantenbakken. Ik weet het niet zeker, maar het is gewoon een beetje proberen en dan zie je het vanzelf wel. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor deze zijkanten. Er steekt echt heel weinig uit. Geen balkonnetjes of wat dan ook. Dus dat wil ik wel een beetje oplossen. Anders is het zo plat. He, dan heb je een muur met raampjes er tegenaan en klaar. Dat vind ik niks. Dus daar gaan we nog even aan rommelen. Ik gebruik trouwens de inspiratie van het Fantasialand Bouwling volgens mij. Lingbouw. Gewoon het hotel van Fantasialand gebruik ik als inspiratie. Dus daar heb ik een foto en dan kijk ik ernaar en dan kan ik ongeveer die stijl een beetje zien. Het is natuurlijk ook zelf improviseren, maar het is wel ongeveer met kleuren gebruik het idee van dat hotel. Laat alvast een duimpje achter voordat we gaan beginnen met de podcast en geniet natuurlijk ook van die podcast. Welkom bij de Planet Coaster Podcast. Een goede dag iedereen, welkom bij een nieuwe aflevering. Ik heb er ontzettend zin in en ik hoop jullie ook natuurlijk. En als je geen zin hebt, dan maak je maar gewoon zin. We gaan de reacties voorlezen uit aflevering 349 en dat was een speciale verjaardagsaflevering. En in die aflevering deed ik allemaal gekke stemmetjes en het was allemaal best wel leuk om te horen, denk ik. Daarom denk ik dat deze serie, zeg maar, dat het een unieke serie is. En waarom? Omdat je hoeft niet elke keer te kijken naar het beeld. Je kan ook gewoon luisteren. Want dit is ook gewoon een podcast video. Eigenlijk een podcast aflevering. En natuurlijk ondertussen ben ik ook aan het bouwen. Dus als je denkt dat het een beetje te lang duurt. Of je vindt dat ik toch wel een beetje veel tijd heb gespendeerd aan het hotel. Dan kun je altijd even wegkijken. En mij op de achtergrond aanhouden. Hartstikke leuk. Ik vind het ook super tof dat jullie nog steeds kijken naar deze vaste serie. En vandaag probeer ik. Ik ga nog niet verklappen of het lukt. Want
dat zou een spoiler zijn voor het einde van de video. Nee, maar ik ga nog niet verklappen of ik het ga halen om het hele hotel af te bouwen. Natuurlijk is het wel een soort van missie. En als je kijkt naar de lengte van de video, zou je ook zeggen van, nou, het zou wel redelijk in de buurt komen. Of hij maakt het gewoon totaal af. Maar dat ga je allemaal lekker zien in de video. We gaan eerst de reacties bespreken. En waarschijnlijk zal het heel vaak zijn van Vincent gefeliciteerd en dat soort dingen. Ik zal proberen om zoveel mogelijk reacties eruit te halen die dan niet te maken hebben met felicitaties, maar ook natuurlijk met tips, met hints en misschien wel met toekomstige ideetjes. Want heel veel mensen zitten toch wel een beetje zo te denken van Vincent, misschien kan je toch maar beter deze attractie daar plaatsen. En weet je wat, je kan misschien ook een flat ride beter in het Japanse gebied gooien. En soms zitten er zulke fantastische reacties bij. Ik vind het heerlijk om te horen. We beginnen met de allereerste reactie van Super Kobe, het ultieme kanaal. Hij zegt, deze video is hilarisch. Ik hou van al die stemmetjes. Doe dit alsjeblieft vaker. PS, zoals altijd, de groetjes uit België. Nou, groetjes terug. En ik vind het heel fijn om te horen dat je houdt van die gekke stemmetjes. Ik deed natuurlijk allemaal stemmetjes door elkaar. En die vormden dus de hele aflevering. En soms dan komt er ook wel eens een typetje of een stemmetje voorbij natuurlijk. Maar ik ben een beetje verkoud aan het worden. Nu denken de mensen, Vincent alweer? Je bent pas heel erg hoesterig geweest en verkouden en ziek. En nu begin je weer. Ja, ik denk, ik geef toch maar weer de periode van het jaar de schuld. Weet je wel, rond november tot en met maart, dan is het altijd een beetje, hè? Ik heb ook totaal geen weerstand in mijn lichaam. Dus waarschijnlijk als er een of andere virus ronddwaalt door mijn kamer of buiten of waar dan ook, ja, dan heb ik gelijk het virus te pakken. Maar we gaan door met Boomba feestjes. Hij zegt, Vincent bij de Freefall Shot and Drop Tower ziet het er nog uit als een kermisattractie. Misschien kun je de kleuren van Tower veranderen zodat het een beetje in je thema past. Nog een gelukkige verjaardag. Nou Boomba feestjes, dit soort dingen, dit soort reacties bedoel ik dus met tips. Dit zijn fantastische, leuke hints van Vincent. Ik zou toch even kijken naar die attractie. Of een hint van Vincent, die kleuren. Ik zou dat toch nog even een keer gaan nakontroleren. Want het past totaal niet in je park. En als er iets is wat ik niet leuk vind, is dat een attractie niet past in het park. Dus Boomba feestjes, hartelijk dank voor je reactie. Ik ga er niet deze aflevering aan werken. Maar hij komt voorbij en dan ga ik hem aanpassen. Jody Oliver... Oliver, denk ik. Oliver van Alphen. Nog hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag. Kun je ook weer een keertje aan je binnenzwembad werken? En ook nog een vraag. Als ik in een achtbaan zit in Planet Coaster, dan staat er bij de snelheid MPH. Maar grote vriendelijke Vincent, als ik bij jou kijk, dan zie ik dus KMP. Hoe doe je dat? Nou, dat kan allemaal in de opties. Je moet even kijken bij de opties. En dan kan je voor mij ook de temperaturen aanpassen. En dan ook de snelheid. Dus althans, niet de snelheid aanpassen, maar natuurlijk de instellingen van MPH naar KMP. Pieter Liter is ook weer terug met een reactie. Hij zegt, hallo Vincent, hallo Pieter. We gaan door met... Wat goed dat je blijft rekening houden met de natuur en de gemakken van de bezoekers. Voor mij persoonlijk mag er wel iets meer natuur om het Wonderpark heen. Zo lijkt het nog beter. Pieter Liter, als ik dat ga doen, dat gaat misschien wel ooit een keer gebeuren, dat er meer bomen komen. Ik wil eerst even kijken of ik achter het park van die mooie paden maak, van die sierlijke paden. Nou, eigenlijk gewoon rechte stukken, want het is voor de medewerkers. En de sierlijke paden hoeft helemaal niet. Tenzij we natuurlijk een berg op gaan of wat dan ook. Maar ik moet natuurlijk wel even rekening houden met behind the scenes. Dus dat de medewerkers ook heel makkelijk achter het park kunnen komen. Dus als ik alles vol ga stouwen met bomen, dan zie ik sowieso door de bomen het bos niet meer. En dat zou niet handig zijn. En dan zie ik ook niet het bos alleen, maar ook ja, die medewerkers moeten wel een beetje de ruimte hebben. Dus dat komt later wel. Johan Hansen die vraagt aan mij, Vincent, waarom ben je eigenlijk zo een fan van Samson en Gert? Verder wel een leuke video. Keep up the good work. Laten we zeggen, als je opgroeit met een bepaalde muziekgroep of met een televisieprogramma of met een hobby, dan daar blijft dat eigenlijk wel dicht bij je. Nou kan je dat wel een beetje gaan vergeten, maar als je later er weer aan terugdenkt, dan kan je plotseling weer een soort van fan worden. En ik denk dat hetzelfde is gebeurd met Samson en Gert. Ik ben namelijk opgegroeid met de cd's, want zeg maar
ongeveer drie dagen na mijn verjaardag, 3 à 4 dagen, toen begon Samson en Gert te komen op televisie. Want Samson en Gert is dus net zo oud als ik. En het is best leuk dat je dan eigenlijk opgegroeid wordt met een hondje en zijn baasje op dus televisie, via de cd's, via de liedjes. Maar ik ben nooit naar de shows geweest. Ik heb ze altijd via televisie gezien. Toen ik de mogelijkheid had in 2015 of ik geloof nee 2016, had ik de mogelijkheid om dus naar Plopsaland te gaan om Samson en Gert in het echt te zien. Het was een onvergetelijke dag. Ik kon het niet geloven dat ik eindelijk het duo waar ik al... ja, meer dan jaren naar heb gekeken en dat het ook lang geleden is dat ik dat heb gezien, dat ik ze in het echt zag, was gewoon geweldig. En op dat moment ga je dan realiseren van dit was echt wel een groot gedeelte van mijn jeugd en het is nog steeds zo fantastisch als vroeger. En dan ga je ook muziek meer waarderen, want je bent ouder en dan waardeer je gewoon de dingen wat meer dan als je kind bent, want dan besef je het nog niet. En nou ja, goed, hè, dus... En nu gaan ze stoppen. Nu is er een einde aan Samson en Gert. En ik ben al 1 keer geweest naar de afscheidsshow. Ik ga in april nog een keer. En ik ga dan nu ook, officieel kan ik het zeggen, een 3e keer naar de allerlaatste show. En dat was bijna uitverkocht. Dus ik heb niet de mooiste plaatsen, maar ja, het maakt niet uit. Het gaat erom dat je erbij bent, dat je die ervaring kan meemaken. En ja, laten we zeggen, Samson en Gert is mijn jeugd geweest. En dingen uit je jeugd verdwijnen op zowel de televisie als dat je er nooit meer wat van hoort. Dat er geen updates meer van komen. Denk aan oude televisieprogramma's. Nou, toevallig is SpongeBob dan wel nog bezig met een nieuwe film die dit jaar uit wordt gebracht. Dat zijn wel dingetjes van, ja, soms dan Ernst en Bobby, ik weet niet of mensen die kennen. Ernst en Bobby was ik niet een heel groot fan van, maar is toch wel een stukje jeugd geweest. Die voeren nog elke week een theatershow op. Dat is natuurlijk ook fantastisch. Natuurlijk wel gericht voor kinderen, maar ja, als je dan die liedjes hoort en je ziet het duo weer op zo'n theater stralend staan. Ja, dan word je daar ook gewoon heel erg vrolijk van. Ik heb genoeg gesproken, laten we geen Samson en Gert podcast ervan maken. We gaan door met de Planet Coaster reacties. Maar ik vind het leuk om af en toe ook een beetje andere reacties voor te lezen die niet alleen maar te maken hebben met Planet Coaster. Wat een leuke video met al die stemmetjes en gefeliciteerd Vincent, zegt Tosti Gamer. Ik heb me kapot gelachen. Waarschijnlijk duurde deze video best lang om op te nemen met al die stemmen. Dat klopt inderdaad, ik ben daar best wel een tijd mee bezig geweest. Want je moet opnieuw, soms als je stemmen door elkaar heen zingt of spreekt, ja, dan kost dat heel veel tijd. Dan moet je continu hetzelfde aanhoren en dan neem je continu zinnetjes op. Maar ik deed het graag, ik deed het met liefde, ik deed het met plezier. En fijn dat jullie ook gewoon dat leuk vinden, absoluut. Lennart zegt, ik kan het niet uitspreken, maar er staat gevinciteerd. Ja, ik hoop dat ik het zo goed zeg. Nou, dankjewel voor Lennart, voor jouw Volgende reactie van Jasper Franken. Bij het bungalowpark heb je 2 persoonshuisjes. Niets verkeerd aan, maar daartussen staat een speeltuin. Die kan je dan beter tussen de 4 persoonshuisjes neerzetten. Je bent heel goed in Planet Coaster en je bent super geweldig. Leuk. Wacht even, ik ga hier toch even een... ik ga dit onderbreken, Jasper. Je hebt niet gelijk. Het zijn namelijk geen 2 persoonshuisjes. Het zijn 4 persoonshuisjes. Want er staat een slaapkamer van 2 persoonshuisjes. Wacht even. Nu ga ik twijfelen. Ik ga serieus nu twijfelen. Heb ik bij die 2 persoonshuisjes nou nog een bed toegevoegd? Een kinderbed? Ik weet het niet meer. Ik ga nu heel erg twijfelen. Ik dacht... Nee, volgens mij niet. Je hebt helemaal gelijk. Ik ben in de war met die grote huisjes. Maar je hebt helemaal gelijk. Het is een beetje apart om tussen die 2 persoonshuisjes een speeltuin te plaatsen. Maar ik ga zoveel mogelijk 4 persoonshuisjes maken. En natuurlijk ook een schitterend hotel. En ik denk dat het ook leuk is als de kinderen een beetje hier en daar gaan zoeken naar speeltuinen. Deze ligt ook redelijk centraal, een beetje in het midden. En natuurlijk zal ik bij de grotere huisjes sowieso een exclusieve speeltuin neer gaan zetten. MaxGamerNL zegt gefeliciteerd, mogen gij nog vele jaren leven, groetjes uit Limburg. Wat ik dan jammer vind, de felicitaties vind ik fantastisch en ook heel lief dat hij mij nog vele jaren gunt. Alleen het enige nadeel van deze reactie, ik weet niet, hebben jullie het gehoord? Ik zal hem nog 1 keer voorlezen.
Gefeliciteerd, mogen gij nog vele jaren leven. Groetjes uit Limburg. Ik weet niet of jullie... Nou ja, het is een beetje een... Ja, hoe zeg je dat? Je kan het niet zomaar raden, maar ik mis de fly. Ja, sorry, ik mis de Limburgse fly. Ik denk bij die reactie komt er een icoontje van een taartje of een, dat een fly moet voorstellen. Maar ik kreeg ook helemaal niks opgestuurd. Ik dacht, nou, misschien krijg ik wel in één keer een belletje aan de deur. Van Vincent, alsjeblieft een taart. Een Limburgse fly, want ik vind die ontzettend lekker. Maar die mis ik eigenlijk een beetje in de reactie. Maar het maakt niet uit. Ik vind het wel leuk dat ik de groetjes krijg uit Limburg. En we gaan door naar Mirjam. En Mirjam zegt, het is misschien leuk om ballengooikraampjes te bouwen. Of een ballengooikraampje, gewoon eentje. Dat is een goed idee. Ik heb ook eronder gereageerd. Normaal doe ik dat niet echt, want ik behandel natuurlijk de reacties in de podcast. Maar soms dan reageer ik echt heel soms reageer ik wel eens op mensen als ze echt een heel spontaan leuk idee hebben. En een ballengooikraam is natuurlijk ontzettend leuk. Behoort een beetje tot een soort ja, arcade-attractie, wat je wel weer linkt aan een kermis. Dus je zou dan zo'n ballengooikraampje heel mooi kunnen verwerken in een gethematiseerd huisje. Dat het niet echt meer lijkt op een arcade. Ja, het blijft een arcadespel, maar niet meer zo'n kermisstijl idee. Dan moet je een heel simpel kraampje neer gaan zetten, ergens verlaten op een pad tussen twee attracties in of zo. Dat zou ik wel jammer vinden. Maar zo'n kraampje, zo'n arcade kraampje, dat vind ik wel een heel goed idee. Dus als we daar een keer tijd voor hebben, dan wil ik zo'n kraampje gaan bouwen. De volgende comment wil ik met liefde voorlezen. Alleen, diegene heeft als YouTube-naam 5 puntjes. Dus ik weet ook niet wat de naam is. Ook een zwart icoontje, een zwart logootje. Dus het is gewoon onbekend wie diegene is. Maar diegene zegt, hey Vincent, ik wil even zeggen dat je park er heel goed uitziet. Wat een topwerk. Heb je nog tips om beter te kunnen bouwen of beter te leren bouwen in Planet Coaster? Oei, oh, dat is best lastig. Ik denk dat, ja, oefenen, want als je kijkt naar mijn allereerste afleveringen van Planet Coaster, nou, dat is gewoon verschrikkelijk. Dat is gewoon niet normaal. Dat is heel lelijk. Ik bouwde zo lelijk. Maar tegen de loop van de tijd wordt dat toch wel anders. Ik pak dingen op, ik verander dingen, ik besteed meer aandacht aan dingen, aan gebouwen, aan attracties, aan layouts en aan de natuur natuurlijk, heel belangrijk. En dan op een gegeven moment dan, ja, ga je ook kijken naar andere projecten. Hoe hebben mensen dingen gebouwd? Je leert ook foefjes heet dat. Hè? Je leert handige tips. Je leert omgaan met natuur, met combineren van kleuren. Je leert omgaan met het combineren van attracties. Wat past bij een bepaald themagebied? En nog heb ik daar wel eens moeite mee en vind ik het ook lastig. Dus het is ook niet heel makkelijk om te bouwen. Maar als je eenmaal ja, de basis weet, dus dat je weet van nou, dat hoort bij dat. En zo moet ik het aankleden. Aan een muurtje kan een balkonnetje. Aan een muurtje kan een plantenbak. Aan een raamkozijn kan een plantenbak. Je kan nog leuke lichtjes toevoegen. Je kan lampjes ophangen. Je kan met hout werken. Je kan frames maken. Dan, ja, weet je, dan is dat al heel anders dan dat je gewoon simpel een muurtje plaatst met een raampje erop. Want ja, dat ziet er wel leuk uit, maar het is zo simpel. Het oogt heel simpel. Dus probeer altijd een beetje een uitdaging voor jezelf te zoeken en het ook moeilijk te maken voor jezelf. Want dan wordt het gewoon hartstikke leuk en dan krijg je een mooi resultaat. Want een beetje uitdaging is altijd wel, ja, leuk. Ik vind het leuker een uitdaging te hebben dan dat je een spelletje heel makkelijk kan spelen. We hebben een reactie van Vambo. Nog gefeliciteerd met je verjaardag. Je park ziet er prachtig uit, maar ik heb nog wel een idee. Weet je wat ik nou zo grappig vind? Als ik een reactie voorlees, dan komt er vaak een begroeting. Daarna komt er een compliment. En soms, dan wordt het een afsluiting. Maar soms, dan kan er ook een maar komen. En als er dan een maar verschijnt, dan is dat eigenlijk een teken van, maar ik heb een tip. Maar ik vind dit niet mooi. Of maar je kan beter dat doen. En dat vind ik zo grappig. Want nu weet ik dat er gewoon een idee komt. Maar dan staat er, het park ziet er prachtig uit. Maar ik heb nog een idee. Dus dat maar hoort eigenlijk bij een idee. Ja, oké, goed. Misschien maak ik het een beetje te moeilijk voor mezelf en voor jullie. Maar het is maar. Het is, snap je? Het is wel weer leuk om dat even te lezen. Japanners houden erg van de Formule 1. Dus misschien is het leuk om een dueling lanceerachtbaan te maken in een Formule 1/race thema. Dat past namelijk bij het Japanse themagebied. En ik denk dat jij die twee thema's heel goed kan combineren. Doei! Nou, dat is leuk om te horen. Alleen ik
vind het, dat even terugkomen op de uitdagingen. Ik denk dat ik dat wel een hele moeilijke uitdaging ga vinden. Om die twee, dus zeg maar zo'n race-achtige stijl, te combineren met de Japanse stijl. En ik weet niet of ik die moeite wil gaan doen. Want anders maak ik het dadelijk te moeilijk voor mezelf. En dan ziet het er niet mooi uit. Terwijl ik eigenlijk andere plannen heb voor eventueel de lanceerachtbaan. Maar, er komt er maar weer. Maar Fambo, dan vind ik het nog ontzettend leuk dat je hebt meegedacht over ideetjes. En ik vind het ook heel ver gezocht. En dat vind ik heel knap. Dus bedankt voor je leuke reactie. Maurits Beaumont. Beaumont, denk ik, ja. Nog gefeliciteerd. Ik heb nog wel een idee. Oh, dit keer geen maar gewoon gelijk to the point. Ik heb nog een idee. Je kan misschien meer natuur om Wonderland heen doen. En misschien ook meer winkeltjes en fotosouvenirwinkeltjes. Maurits, ik ben het er helemaal mee eens dat er meer winkeltjes moeten komen. Meer gezelligheid, meer plaspauzes. Wat nog meer? Niet alleen plaspauzes, maar natuurlijk meer shoppen, meer drinken, meer eten. Gezelligheid. BV Mees, die maakt het ook heel gezellig. Die zegt namelijk, ik heb ook... Ik verspreek me even een stukje terug. Oké, we gaan het opnieuw doen. BV Mees zegt, ik heb ook een taart gemaakt. Het gaat helemaal goed. Met Planet Coaster en geüpload met natuurlijk 30 kaarsjes. Een leuke video en nog een fijne verjaardag. Doei! Dankjewel, BV Mees. Ik heb hem nog niet gezien, maar ik vind het heel lief dat je een speciale taart hebt geüpload. Met ook natuurlijk 30 kaarsjes. En Enrico González zegt lang zal ze leven. Er komen hier nog namen voorbij. Pieter van Beek, Scaletto Games, Thijs Bomaars, Seppe Slok, Jork van Sommeren, Anouk Roevel. Die feliciteren mij allemaal en Gijs ook. Hartstikke bedankt daarvoor. Max van Varik, ik zie ook Thiago Arts NL. Augurkensoep, die heeft ook een reactie. En die zegt dus nog van harte gefeliciteerd met je 30ste verjaardag. Maar ik heb nog een ideetje. Kom weer die maar, hè. Het is, als je het weet, is het leuk. Misschien is het leuk om de lanceerachtbaan door de Japanse muur te laten gaan. Je hoeft het niet te doen, maar het is een idee. Ik zou je eerlijk zeggen, dit ga ik niet doen. En nu zou je denken van, waarom niet? Nou, sorry, opper-augurk, want zo moet ik hem eigenlijk noemen, de opper-augurk. Ik heb dat gedaan bij Davindo Springs. Ik heb daar een kinderachtbaan door de muur laten gaan. Ik vond het trouwens een fantastisch gebied. Ik ben er nog steeds heel blij mee. Dus eigenlijk is dit gebied een soort ode aan het Davindo Springs gebied, denk ik. Gok ik. Ik denk het wel. En anders bij deze. En toen heb ik een kinderachtbaan ook door die muur laten gaan. En omdat ik dat idee al heb gedaan, wil ik het eigenlijk niet nog een keer doen in dit park. Dus ik vind het een geweldig idee. Ik ben er ook een voorstander van. Alleen ik ga het dus niet bouwen. Sorry. Gefeliciteerd met je verjaardag, Vincent. Ik heet Jan. En ik volg je als 10 jaar. Nou, Jan, dankjewel. En Funtime Frenzy zegt ook proficiant Vincent. Mega Nico 1970, hip hip hoera, maak er een mooie dag van, ouwe peer. Groetjes van Nico, de andere oude peer. Maak namen per gebied, zoals in de Efteling zegt Folitz. Maak namen per gebied. Dat zou best wel kunnen, dan krijg je echt themagebieden. Maar dat zijn we natuurlijk al aan het bouwen, dus dat zal dan waarschijnlijk op het einde pas komen. Als we echt klaar zijn met de indeling van de gebieden en als een beetje de structuur helemaal af is. Ik zeg je eerlijk, Pim Huisdance. Hij is elke keer terug met een reactie. Maar elke reactie die hij geeft op de video's zijn zo verschrikkelijk goede tips. Dat is echt even een compliment waard. Natuurlijk, iedereen krijgt een compliment, want alle reacties zijn super. Maar deze jongen die valt eigenlijk altijd op met briljante, unieke ideeën. Hij zegt namelijk, Vincent, hallo. Nou, dat is natuurlijk niet het idee, maar daar komt hij. Dat je in zo'n klein gebied een mooi gedecoreerde attractie kunt zetten. De freefall past zeker op zijn plek en ook mooi weggewerkt in het thema. Ik heb wel een idee voor de Main Street aan het begin van je park. Nu komt het, hè. Maak er een restaurant met als specialisatie visgerechten. Dit vanwege de octopusattractie die er staat. Verder natuurlijk niet de bankjes en prullenbakjes vergeten. Nog een fijne dag en keep up the good work. Dankjewel Pim voor deze herinnering, want die bankjes en prullenbakken die wil ik nog wel eens vergeten, maar een specialisatie in visgerechten is natuurlijk best wel een heel tof idee. Dankjewel voor je leuke reactie en ook je unieke tips die je me geeft. Doe bij de octopusattractie wat water, zegt Jules Pro Inform Fortemine.
Oh, Pro in Fortem Mine. Oké. Okay. Je houten achtbaan moet precies in een verlaten bos ligt. Oké. Okay. Ik denk dat je met je eerste reactie bedoelt dat je de octopusattractie wat water moet toevoegen. Daar is helaas geen plek voor. Want tussen het pad en de attractie, ja, daar ligt eigenlijk alleen maar bloemetjes. En dat is allemaal een beetje krap, dus dat gaat niet. En je houten achtbaan moet precies in een verlaten bos liggen. Dat kan. Dan moet ik maar een paar bomen plaatsen, want dan, of eigenlijk, ja, gewoon een onbewoond bos. Zonder huisjes, zonder wat dan ook. Zonder animatronics. Helemaal verlaten. Dat zou nog kunnen natuurlijk. Er waren, dames en heren, meer dan 170 reacties. Natuurlijk kan ik die niet allemaal voorlezen. Heb ik er wel een 22 minuten lange podcast van gemaakt. Ik heb geprobeerd om zoveel mogelijk reacties voor te lezen. Natuurlijk zullen er mensen wel balen van: Vincent, waarom heb je mijn reactie niet voorgelezen? Dat begrijp ik heel goed. En sorry daarvoor. Sorry is natuurlijk niet het grote oplossingswoord. Maar ja, ik meen het wel oprecht. Probeer het anders in de reacties beneden. Probeer even een comment te plaatsen en wie weet wordt die voorgelezen in de volgende video. Tot de volgende. En we gaan nog even door met de normale snelheid natuurlijk, hè. Logisch. Ja, ik ben mijn belofte niet nagekomen. Ik heb het hotel niet af kunnen bouwen, omdat ik ook een beetje in de knoop zat met dit gedeelte. Waarschijnlijk wil ik dit wel hoger gaan maken, dat dit hoger ligt dan de rest. Dat het echt heel erg opvalt als de ingang, want hier kom je naar binnen. Dus ik denk dat ik hier nog wel 2 of 3 lagen op ga bouwen. Dat je dit rode gebouw, dat eigenlijk gewoon, ja, het hoogste is van alles wat je hier ziet. Ik denk dat het er al een stuk beter uitziet dan eerder. Natuurlijk komen er nog wel meer details op het gebouw, want ik ben er nog zeker niet mee klaar. Ik beloof jullie wel, de volgende aflevering gaan we niet meer werken aan het hotel. Dan gaan we wel werken aan iets anders. Ik ga het nog niet verklappen, maar dat gaan jullie volgende keer zien in een nieuwe aflevering. Laat vooral een duimpje achter. Volgende keer zijn we terug en vergeet natuurlijk ook niet om een leuke reactie onder in de comments te plaatsen, want wie weet wordt die voorgelezen tijdens de Planet Coaster podcast. Doei doei!